Christus was die goddelijke werktuig, deur wie God die heelal en die wereld tot stand gebring het. Maar toe God die Vader speciale eer aan Christus toegekend en aangekondig het, dat hulle hierdie wereld saam sou skep, was Lucifer afgunstig en jaloers op Jesus Christus. En hy het teen hulle saamgesweer. Omdat hy uit die hemel gewerp was, het Satan besluit om Adam en Eva se geluk op aarde te vernietig en so verdriet in die hemel te veroorzaak. Hy het gedink dat as hy op een of andere manier hulle, Adam en Eva, kon bedrieg om ongehoorzaam te wees, God op een of andere manier voorziening zou gemaakt het om hulle te vergeven en dan zou hij in al die gevallen engelen rechtvaardiglik toegelaat word om samen met Adam en Eva in Godse genade te deel. Omdat hij ten volle bewust was van Satanse strategie, het God Adam en Eva gewaarsku om hulle self nie aan die versoeking bloot te stel nie. Dit betekent dat zelfs toe die wereld nog volmaak en onschuldig was, daar reeds al duidelijke beperkingen voor die mens was wat gehoorzaamheid vereis het. Hierdie week gaan ons die val van Adam en Eva bepeins, hoe sonde en die dood ons wereld oorgeneem het, en hoe God zelf al in Eden saad van hoop vir die mensdom geplant het. Studeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 8 Oktober.